sta hier naast Heren Jurrius, die de Bentley kreeg van de baas voor iedereen die het gemist heeft. Je mocht me een week lenen en je zei tegen mij, jij mag een keer meerijden. Ja, ja, zeker. Je vroeg, toen je hier was vorige keer, vroeg of je mee mocht als ik hem kreeg. En dan ben ik ook wel een man van mijn woord. Zullen we dan eventjes gaan crossen? Ja, ik vind het goed. Hoeveel dagen heb je hem al? Ik heb hem nu sinds maandag. Hoe rijdt hij? Ja, top. Ja, hij is ook niet voor mezelf, dus ik rijd gewoon rustig aan. Normaal gesproken, maar nu niet. Nu gaan we wel merken. Nu gaan we racen. Dat is goed, hè? Dat motortje, dat hoor je nu al. Je rijdt 10 km per uur, hè? Wacht maar. Oh, jongens. Het is wel goed, hè? Dit is wel eventjes... Kom die hem zelf afleveren? Ja, wat mooier was, hij geeft mij de sleutel. En ja, Martin is gewoon ook zo'n normale gozer. Dus hij geeft mij de sleutel en ik rijd weg. Daarna zie ik hem hier zo lopen. Dus waarschijnlijk liep hij naar het station om de bus naar huis te pakken, denk ik. Is dat goed? Ja, maar dit werkt ook wel een beetje verslaafd. Oh. Jij vindt het ook mooi, hè? Ja, ik vind dit... Ik ben niet zo van de auto. Nee, ik ook niet. Nee, als je er dan in zit, ja, en je voelt die motor eventjes toch? Wat je reed. En hoe zuinig rijdt die, weet je al? Ja, niet. Hij rijdt volgens mij... Ik weet niet precies hoeveel, maar ik weet wel dat je... Maar ja, als je het geld hebt om een Bentley te halen, dan kun je het waarschijnlijk de benzine ook wel betalen. Dus dat zal niet veel uitmaken. Ja, wat ik hoorde dus dat jij maandag gewoon met je cactus naar huis bent gegaan, omdat hij zo veel zoopt, deze auto. Ja, klopt. Ah, niet naar huis, maar ik moest naar mijn vriendin in Amsterdam. En... ja, het was de eerste dag dat ik hem had en mijn vriendin woonde een beetje in het centrum en allemaal nauw en dan moet je parkeren en dit en dat. Dus ja, ik denk ja, en plus het feit dat het dan, ja, dan moet ik alsnog zelf €140 neerleggen voor één ritje. Dus ja, dan blijf je toch maar een grasopkeeper, dus dan moet je even een bewuste keuze maken, helaas. Dus daar heb ik hem gewoon even laten staan en ik heb hem vanochtend weer opgepikt. Daar zijn we weer. Komen we allemaal naar de Bentley kijken of naar Heren Jurrius? Ik denk naar de Bentley, want twisten dat is een grote gelijk. Voel je een beetje superster nu ook? Als je hier rijdt, al die mensen zwaaien in de Bentley. Ja, nou ja, het voelt wel, ik ben hier niet zo goed mee, maar ik zwaai wel lief naar de kinderen en dan is het goed. Gaat die links ook goed? Het is allemaal gebeuren. Het is best spannend op zo'n auto. Het is allemaal gebeuren. Nou ga ik hem geven. Voelt wel goed. Ik denk dat we allebei niet willen weten hoe dicht jij langs je BMW rijdt daar links. Was hij dicht? Goed, hè? Man en man, een woord. Ik mocht meerijden, ja. Dus dankjewel. Alsjeblieft. Jij gaat trainen nu? Ja, we gaan 2:30 beginnen, dus ik moet snel naar de kleedkamer denken, anders wordt Jan boos. Zal ik de sleutel bij je houden? Nee.